De actie van de mobiele eenheid vandaag verliep zonder veel geweld. De ontruiming van het kraakpand kostte de politie wel erg veel moeite, omdat het pand zwaar gebarricadeerd was. Pas na enkele uren konden de 20 krakers die zich in het pand hadden verschanst worden gearresteerd. Hoe was het binnen? Leuk. Maar de politie had wel ruim 3 uur nodig om de gekraakte villa-omval volledig in handen te krijgen. In alle vroegte, rond 6 uur 's ochtends, wierpen de krakers de laatste barricades op. Alhoewel de mobiele eenheid nog in geen velden of wegen was te bekennen, was de stemming onder de krakers op zijn minst gespannen te noemen. Wat? Hoe heeft dit nut? Ah, donder toch op met je gladde paddenkop, man. Wat zeg je? De krakers beweren dat zij de villa bepaald niet zonder slag of stoot uit handen zullen geven. Het pand aan de oever van de Amstel werd daarom door de krakers veranderd in een op het oog onneembare vesting. Ben je gespannen? Nee. Ja, ja. Niet ontspannen, nee. Het is gewoon kut. Weer. En jullie gaan de confrontatie aan? Ja, we zijn bezig met... verzet tegen ontruiming op de manier zoals ons het beste lijkt vandaag. Het villa is omgebouwd tot een fort zo ongeveer, hè? Ja, ja, klopt. Daar hebben we ook de tijd voor gehad, maar ja, het ziet er nou een beetje anders uit dan voorheen. Ook de overburen van het gekraakte pand waren voorbereid op de aangekondigde ontruiming. Toch zaten zij flink in de rats, want hun woonboten liggen slechts op enkele meters van de brandende barricades. De aansluiting van het gas. Ja, maar die keet erin stuk. De bus niet? Nee. Hoop het. Woont u tegenover? Maakt u zich zorgen om uw woonboot? Nou, ik heb de verzekering gekregen dat het allemaal wel mee zal vallen. Maar ja, je schrikt er wel een beetje als je zo gewerkt wordt met hoge vuren en zo. Maar ik ken de heer Krakers aan de overkant en ik heb er gisteren een gesprek mee gehad. Dus ik neem aan dat het... dat ze zich aan de regels zullen houden, dus dat ze in ieder geval de omwonenden zullen sparen. Toch hoopte niet iedereen op een rustig verloop van de op handen zijnde ontruiming. Wat komt u doen? Goeiedag, ik kom even kijken naar de rellen. Ik hoop dat er rellen komen. Woon je hier in de buurt? Ja, in Amsterdam-Zuid. Je zegt je hoopt dat er rellen komen? Ja, een beetje actie even kijken op de achtergrond. Sensatie zoeken. Ja, zo kun je het wel noemen, denk ik. Bij zonsopgang komt het bericht binnen dat de ME in aantocht is. Om 9 uur is het zover. De politie komt met groot materieel aangereden. Hermetisch was afgesloten, besloot de politie villa omval via het dak binnen te dringen. Er is net een bak met ME'ers op het dak gezet. Wat gebeurt er? Dat noemen wij onze Bratra-groep. Dat is een brand- en traangasgroep. Dat zijn mensen die brand kunnen bestrijden en eventueel met traangas kunnen schieten. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is, het zijn deskundigen die vrij gemakkelijk panden kunnen binnenkomen. Daarvoor hebben ze de nodige gereedschap en daarvoor zijn ze opgeleid. Het speciale Bratra-team van de politie wist vrij eenvoudig het pand binnen te dringen. Maar naar buiten kwamen ze niet meer. De in grote getalen aanwezige pers vroegen zich af of de krakers überhaupt nog in de woning aanwezig waren. Ruim 2,5 uur vernam niemand meer iets van het Bratra-team. De buitenwachtende ME'ers besloten dan ook de tijd te doden met een spelletje. Rond 12:30 komt de politie dan eindelijk naar buiten met de inmiddels gearresteerde krakers.
We troffen binnen een enorme puinhoop aan, alles gebarricadeerd, alle normale toegangen vreselijk gebarricadeerd, alle in- en uitgangen van kamers gebarricadeerd, de trappenhuizen gebarricadeerd. Dus hebben we ons echt een weg naar binnen moeten zagen. En binnen hebben we ook niet gekozen voor een normale weg, maar hebben we ons via de vloer naar binnen gezaagd en dan via ladders naar beneden. Was het gevaarlijk? Ja, kijk, wij werken altijd op een hele veilige wijze. Er was voor ons in ieder geval niet echt iets heel erg verrassends. Dus men heeft de boel niet geboobytrapt of iets dergelijks. Dus het gevaar viel nogal mee. Hebben ze zich nog hevig verzet? Nee, er is geen enkele vorm van verzet geweest in het pand zelf. Dus voor jullie eigenlijk een makkie? Nee. U heeft gezien hoe lang we bezig zijn geweest. Qua verzet was het een makkie, want dat hebben ze gewoon niet gedaan. Maar qua werk was het een enorme klus voor ons om binnen te komen, want het was gewoon professioneel heel goed gebarricadeerd. In totaal werden er 20 krakers aangehouden. Op de plaats van de villa zal een kantorencomplex van een verzekeringsmaatschappij worden gebouwd. En daarmee is een eind gekomen aan 5 jaar kraken. Na de ontruiming van de omval trokken dezelfde ME-pelotons naar Amsterdam-Oost. Daar wachtte de volgende klus, de ontruiming van Savatiestraat nummer 77. Ook deze actie verliep zonder noemenswaardige problemen. Geen van de 5 krakers werd gearresteerd. Vanaf zonsopgang stonden de krakers op het balkon te wachten op de ME. De krakers moesten het pand uit, omdat een aannemer er kantoorruimte van wil maken. De bewoners waren gisteren middels een brief op de hoogte gebracht dat ze vandaag ontruimd zouden worden. Vrijwillig de woning verlaten was er voor hen niet bij. Je woont in een pand, je woont er 4 jaar en je gaat er voor een kulreden uit. En eigenlijk had het gewoon gelegaliseerd moeten worden. Maar daarom staan mensen ervoor dat ze niet 1, 2, 3 een pand laten uitslepen. Naast het pand woont Anna Oostdijk. Zij had de afgelopen nacht nauwelijks een oog dicht gedaan. Een ontruiming naast je deur is immers niet niks. Veel last heeft ze de afgelopen jaren niet van de krakers gehad. We maakten wel eens een praatje van, met die kou zei ik bijvoorbeeld, kijk uit, als het erger gaat vriezen, dan vriezen jullie dood. Nou, toen gingen ze vanzelf ook weg. En ik vroeg ook, waarom ga je nou niet gewoon eruit als je ermee moet? Hè? Waarom moet het nou vechten? Want toen zeiden ze, nee, we geven het maar niet zo op. Terwijl ze wisten dat ze eruit moesten. Rond 11 uur begon de spanning te stijgen. Het complete interieur werd op straat gegooid. De krakers trokken veel belangstelling. Gedurende de dag stroomden toeschouwers en sympathisanten toe. Maar tegen de klok van 2 verscheen de ME ten tonele. ME, voorwaarts, nu! Een container met zo'n 15 ME'ers erin, inmiddels een vaste methode bij een ontruiming, werd met een takelwagen voor het raam gehangen. Toen eenmaal de barricaden waren weggehaald, konden ze naar binnen. Maar daar wachtte een verrassing. De krakers waren via de achterkant gevlucht. Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer, want als je zag wat ze hier toch voor de deur allemaal hebben gedaan. Het gooien met allerlei spullen, ook in de richting van de politie. Dat is natuurlijk jammer, maar aan de andere kant, ons doel is bereikt. Het doel was gewoon het leegkrijgen van het pand. Dat wordt nu overgedragen aan de eigenaar en die zal moeten zorgen dat hij er verder voor bewaking zorgt. De technische recherche onderzocht vervolgens het pand. Vrijwel direct, daarna kon de aannemer beginnen met puinruimen. Burgemeester Scheltop-Attijn is tevreden met het verloop van de ontruiming van vandaag. De strategie waarbij de politie zoveel mogelijk probeert om geweld te voorkomen, heeft gewerkt, aldus Attijn. De krakers van tevoren informeren, de buurt goed informeren en dan proberen om in alle rust de ontruiming te voltooien. En dat is ook in beide gevallen weer gelukt. Heeft u enig idee over de kosten die dat met zich meebrengt? Nou, het is duur in zover dat er veel politie op de been was die in ME-dienst moest vervullen. Maar het waren onze eigen mensen. Het is minder dan een risicowedstrijd van Ajax. Wat vindt u zelf van het verlies van de omval? Het is toch een beeldbepalend pand geweest lange tijd. Wat vindt u er zelf van? Ja, het staat nu geloof ik al enkele tientallen jaren, 20 jaar geloof ik totaal, staat het leeg. En ik weet dat het op zichzelf een mooi huis is. Maar de omgeving was totaal verloederd en heeft ertoe geleid dat er een ander plan is gekomen waar we inmiddels al van 5 jaar weten dat het zal worden uitgevoerd. En daar was helaas geen plaats meer voor de omval. Hoe ziet u nou de toekomst met de kraakbeweging? Zal dit zich nog ontelbare keren herhalen in Amsterdam? We zitten in Amsterdam in het algemeen met een probleem van goedkopere huisvesting. En dat is en blijft een groot probleem. We zitten natuurlijk ook altijd met de situatie
dat er huizen zijn die leegkomen en die niet direct worden door anderen worden gevuld. We zullen dus wel kraken houden in de stad. Daar ben ik ook absoluut ben ik daar in het geheel niet bang voor of het tegendeel. Tegendeel, ik vind dat, dat de situatie zoals die gegroeid is de laatste jaren, dat het een situatie waar we mee zullen moeten leven. Maar we moeten, één ding is er natuurlijk wat ik nooit kan zeggen, dat de panden overgaan aan degene die het toevallig hebben gekraakt. De eigenaars hebben uiteindelijk recht om hun bezit weer terug te krijgen. Volgens burgemeester Partijn zijn de geruchten dat er aanstaande vrijdag weer ontruimingen gaan plaatsvinden onjuist.